Welkom iedereen bij een let's play van Pokémon Platinum Nuzlocke Challenge. In het vorige deel exploren we Solation Town. Dit deel, de toren. Dus de... kom niet. Lost Tower, nieuwe... Oh, die ziet er meteen anders uit. Maar ja, nieuwe encounter. Please be quiet and respectful, maar wij gaan Pokémon battles hier houden. Ja jongens. Even kijken, hoe lang moet jij nog? Oh, 553. Oké, want dan ga ik heel veel ding trainen, want dat moet ook nog een keer gebeuren. Boeien. Ik zie het toch waarschijnlijk wel. Oké, mijn encounter voor deze toren is een... Ghastly. Ik had gehoopt op een Duskull. Nou ja, Pursuit. Nou, ik word geen Ghastly. Beetje flauw dat ik het op die manier zeg, maar... Ik kan niet ruilen, dus een Gengar is dan completely pointless. Heeft hij een Ghost Pokémon? Ik hoop van wel, anders doet hij... Oh, hij niet thuis. Heeft hij ook niet. Wauw. Beetje dom, want dit is een geesttoren en dan heb je geen geest Pokémons. Ja... Pokémon is raar. Ben een power. Waarschijnlijk is het hele power rock, steel. Geen water, want er zit nu water. Ja. Het moet zo goed zijn als je in fighting, maar in een power fighting hier? Betwijfel ik. Kom of in, ga dood, dank u. Barboach is watergrond. Wat betekent 4 keer weakness against grass. Wat heel mooi is. Dus een Mega Drain moet er waarschijnlijk wel killen. Ja. En dan is hij een level 26 en houden we de XP-chef vanaf. En dan geven we haar weer de soefpil. Chatot is flying type voor mijn normal flying. Daar vind ik nog steeds een beetje haat aan Pokémon. Simpele feit dat iedere flying type zoals normal flying is. Enige pure flying type is... Tornado's uit mijn hoofd. Wat op zich een beetje het punt weghaalt van een flying type. Maar ja, ik ben een vogel. Nee, je bent normal flying. Ja, doei. Chatot! Dus voordat ik voor mijn optie is, maak ik met Chatot dat hij dingen mimikt. Maar het is uiteindelijk niet geworden. Wauw. Eden evolueert. Wanneer ik het niet verwacht. Wanneer ik het niet verwacht, evolueert hij. Shiva? Mooi, wat een Zellia. Oké, dat is klaar. Ik ook hier niet meer naar om te kijken. Alleen nog wat ik als Shiny Stone heb en dan en mijn roze rijdt. Expecia. Oké, dat is heel mooi. Oh shit. Dit voor de volgende keer repel sprayen. Questacoto is op zich redelijk hoog level. Maar ja, dat is wel mooi, want dan kan je wel dingen meedragen. Dan wordt hij gewoon een leider van het team. Net zoals het Ifrit eerst was. Ifrit. Ik mis hem nog steeds. Een Ovalstone. Ovalstone kan gebruikt worden voor Harpini. Om het te laten evolueren in... Chansey. Hoi. How you doing? Oké, wat voor Pokémon CP? Ik hoop dat mensen eindelijk volgen. Nee. Ik heb wel geen Roughneck. Kirby heeft een Cleffa.
Wie legt de link? Nee, ik kan niet zeggen de fog is deep. Ik zeg het nu toch. Dat klopt niet. Dat klopt niet. En dood. En klaar. Heel weinig experience daarvoor. Beetje een rotplek om een ding neer te zetten, maar ja. Oh ja, ik heb een escape erop geweest, dus waarschijnlijk moet ik zo meteen de hele weg teruglopen. Ach ja. Altijd leuk. Wat zegt is, ik heb geen special move hiervoor, dus er wordt bite en er wordt waarschijnlijk... Nou, waarschijnlijk een static op mijn part. Dan gaat zuigen. Please geen herhaling van de vorige keer. Althans. Sweetkiss is volgens mij... Oh ja, is confused. Ja, zie je? Beetje pech. Oké. Eindelijk, hij raakt een keer. Dat is alleen zoals het gewoon uiteraard klaar. Oké, volgende is Pikachu. Waarschijnlijk is het laatste Pokémon Raichu. Ah, natuurlijk sterk. Waarom nou weer sterk? En heeft ook een berry. Of hoe ik zeg, hij heeft ook een oh my god. Dat vind ik wel geinig. Ik kan wel de berry gebruiken, maar geen moves. Raar. Ach ja, net zo raar dat deze mensen gewoon geen fucking ghost Pokémon hebben, terwijl dit een fucking ghost plek is. Ik zeg Raichu. Nee, een Pichu. Pikachu? Ah, een beetje raar. Ik had gewoon een Raichu verwacht. Paraconfusion. Zo'n lelijke combinatie om dingen te doen. Want hier is het. Ben je voor bij de confusion? Kan je nog verlamd zijn? Word je geconfused, kan je helemaal niks. Dan raak je jezelf, ja. Zo'n klote combinatie. En voornamelijk als mensen zoals Fork doen. Gelukkig is Fork geen move. Zodat opeens alles foggy is. Dat je default moet gebruiken. Maar als mij vaak kunnen ze dat wel een keer doen. Het is heel irritant. Maar ze kunnen het met wat wel doen. Want kijk, telkens missen is op zich erger dan... Gewoon iedere ronde wat damage steken, zoals met heal. Leonard. Oké. We hebben nog genoeg Paralyze Heals. Oké, hoe foggy is dit keer? Oh, dit valt mee. Heb je een gist Pokémon? Ja, dus heeft een Pokémon Seal. Ja, opnieuw. Dit is een geestplek, jongens. Geen gist Pokémons. What is wrong with you? Mooi, sterk. Ah, natuurlijk. Wat heb je? Citrus? Oran? Ga maar gooien met rotsen. Dat is niet echt leuk. Quetzalcoatl vind ik ook niet leuk. Quetzalcoatl is volgens mij een linksachtig Pokémon. Het is geen leeuw. Ook al ga ik waarschijnlijk als ik de Pokédex om die open doet, gaat het wel zeggen leeuw.
Jezus. Fijn, crit me maar even. Ah, klootzooi. The fuck is dun. Eden. Oh, je mag even blok gebruikt, hè? Klootzooi. Ah, dat is niet leuk. Ik had ook sowieso trainers die potions gebruiken. Wat is dan het punt van trainers? Gymleaders gebruiken potions, elite 4 mensen gebruiken potions, dat is al erg genoeg. Waarom moeten jullie dan ook potions gaan gebruiken? En dit gaat fucking lang duren. Op zulke momenten zijn moves zoals Swift en Quick Attack heel handig, want die raken altijd. Want ook al had ik nou een water Pokémon gehad, of in dit geval Eden, die een gas Pokémon is. De kans dat ik hem raak is fucking klein. Dan kan je zelfs een rots Pokémon verslaan met Tackle. Om simpele reden, je moet iets raken. Als je niks raakt, heb je ook niks aan. En klaar. Toch. Meen het nou. Ergens nog, ik kan nooit die HP zelfs lezen. Ik zie dat iets roods is, maar voor me. Het kwam ook gewoon dat ze een pixel zijn vergeten om weg te halen. Toen ze zeiden, ja, we moeten nog de HP bar een beetje netjes maken. Oh shit, we hebben een pixel hier gelaten. Kom op zeg jongens, niet zo flauw. Maar ja, ze zeggen wel gebruik een defog, maar dat kan je makkelijk doen zonder defog. Wow, zo'n main team staat alleen met vrouwen. Voorteken? Nee. Double battle. Daarom heb ik ook Chocobo voor aangezet, want als we een grond Pokémon hebben, heb ik daar iets tegen. Oké, dit zijn Belle en Pa, Beth en Bob. Oké. Weer de mooie vuurpokémons waar ik niks tegen heb. Op zulke momenten wil ik graag gewoon een fucking Psyduck of iets. Ja, ik heb 2 keer Intimidate. Jullie attack is nou completely useless. Pluk op deze. Is mis. En hun raken wel. En die raakt ook. Hoe oneerlijk. Terwijl als ik nou ga raken. Kijk eens even hoeveel damage die doet. Ze was dood. En opnieuw mis. Mooi, dat stomp mis is. Mooi. En Spark. Spark is op zich geen slechte move, is completely physical. Dus op Quest Code is op zich goed, want Quest Code heeft voor mij even hoog attack als special attack. En Pluk mist nog steeds. Nou, zolang Pluk mist en als Stomp mist, vind ik alles best. Nou, zelfs Quick Attack mist. Nu mist Spark. Dit is ook de enige reden waarom je Defog mee zou nemen in deze battle. Gewoon vanwege het simpele feit dat je wil dat iets raakt. En dit is de eerste keer dat Chocobo iets raakt. Ooit. Het is simpel, zelfs moves die 100% accuracy hebben, kunnen missen. Zelfs als ze niks hebben zoals Smokescreen. Zelfs dan kunnen ze nog missen. Belle en Pa, Beth en Bob. Hoeveel B's zitten daarin? Veel zoveel. Hebben we niet al return? Praat over return. Ja, return hebben we 2 keer nou. Nou neem ik maar Shiva. Shiva mag max happiness hebben, dus ja, daarom. En dan trekt weg. Waarom? Naast heeft Q Charm, dus dan hebben we niks meer aan de trekt.
Nog andere moves die ik wil leren? Ah, misschien Grass Knot. Vaak zijn rotse Pokémon heel zwaar. Maar de Pokémon is niet zo heel erg, maar Grass Knot is dan op zich handig. Tenminste, beter dan Watersport. Hoi. Hebben jullie een geest-Pokémon? Oké, dus je wordt niet raar zien. Nou, je wordt niet verliezen omdat anders je boyfriendje gaat haten. En jij moet niet verliezen omdat anders je vriendin je gaat haten. Ah, mensen zijn zo raar. Oké, de fog is heel, heel blauw. En is helemaal lekker gewoon vanwege deze shit. Double intimidate, bitch. We beginnen wel met bite op deze en deze plukt deze ook maar neer, dus dan hebben we hem tenminste dood. Niks. Murkrow kan Nightshade. Je leert iets iedere dag. Want heel simpel, het probleem is nou, als je een move raakt, kill je wel iets. Maar als je niks raakt, dan kan je waarschijnlijk niks killen. En dan zie je het leukste. Dan weet je, dan duurt het nog lang om na te denken, oké, moet ik nou healen? Niet healen? Wat moet ik nou doen? Maar dit is zo'n rotplek. Dat is simpel, zij kan eigenlijk wel aanvallen. Of zij. Shit. Gelukkig. Oké. Questcoto. Doe maar Hyper Potion. Ik dacht gewoon, kan ik alleen Hyper Potion gebruiken, is dan mijn beurt al voorbij. Dat zou bullshit zijn, want de trainers kunnen het wel. Oké, klaar. Tuurlijk, want het was ook niet foggy genoeg. Gooi ook maar weer wat hees overheen. Echt. Oké, dan zijn we hier maar klaar. Spark, Murkrow. En pluk deze. Waarom? Eindelijk. Omdat Misdreavus eindelijk een keer weg mag. Misdreavus doet de meeste damage. En dat ik het meest vervelende als ze raakt. Want als Murkrow een keer mist, nou ja, boeien. Of iets raakt, boeien. Want je kan nog een beetje raden over Murkrow's damage. Want die heeft Nightshade en die heeft Haze. Nou ja, Nightshade doet damage op basis van level, dus ja. In geval van double battles, je kan niet de getallen zien. Dus je weet niet hoeveel damage je doet. Maar dat is ook het enige probleem wat ik heb met double battles. Hallo, ja. Ga maar naar de Hollow Tower, die is hier beneden. En vrouw. Ik ga me dan zelf hier voor hoor. Dan haal ik hem wel weg wanneer het nodig is. Die fok. Een clean stack. En geeft het. De speltag. Geen strengt. Oh, fijn. Van Tina komt hij vaker. Clean stack. Way of Doors. Oké, en dus boost ghost type stacks. Oké. Vraag, kan ik hier met de fiets langs? Ah, jammer. Toch even het al een beetje flauw zijn als dat kon. Ik zie dat. Sorry maar, hij lijkt niet zoveel op dat hij shit zit.
Ach ja, misschien is mijn verbeelding wel. Maar ja, ik bedank je voor het kijken in het volgende deel. De route boven Salation Town. Ik hoop dat jullie het genoten hebben. En de repels effect weer af. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!